De wijk Overvecht heeft een mooie voorziening gehad, het zandpad, en die is gesloten. De wijkraad Overvecht heeft een aantal deskundigen ontvangen. Een van die deskundigen is Gabi Mulders en die is komen vertellen hoe de situatie waarschijnlijk gaat worden. Aan de hand van een praatplaat, driedimensionaal en tweedimensionaal. Ik heb hier de kaart zoals het de stand van zaken nu is. De rode zone zijn de werkruimtes. Aan weerszijde van de Einsteindreef zijn er parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen is gelijk zoals dat in de bestaande situatie was. Dat betekent als je daar de prostitutiezone wil bezoeken, dat je af een Braaiendreef naar het zuiden rijdt richting Zuilen, hier afslaat en hier kan parkeren en omgedraaid ook weer die route kan volgen om weer weg te gaan. De hele zone wordt afgegrensd. Je kan maar er is maar één ingang vanaf de zandpadkant om de zone in te kunnen gaan. Om het tankstation komt er een hek te staan, dus dat er geen interactie is tussen het tankstation en de zone zelf. En die zal goed verlicht worden en ook goed beveiligd worden, zodat we goed kunnen controleren of er niet iets onveiligs gebeurt. U heeft in uw toelichting vooral benadrukt, het moet schoon en transparant. Hoe blijkt dat hieruit? Dat blijkt uit van de, als ik alleen naar de inrichting kijk, zorgen wij als gemeente ervoor dat de buitenruimte goed bereikbaar is, goed overzichtelijk is en dat er voldoende beveiliging is door goede verlichting en camerabeveiliging. Dat geldt voor de prostitutiezone zelf, dat geldt voor de parkeerplaatsen en dat geldt voor de omgeving van de prostitutiezone. Het zandpad is altijd een doorgangsweg geweest, zeker voor recreanten en ook voor fietsers. Blijft dat gehandhaafd? Dat vinden wij heel belangrijk, dat die recreatieve route er blijft. Dus we zullen alle aandacht geven aan de fietsers om die langs de Vecht een voorrang te kunnen geven. Dat betekent dat de auto's van dit gedeelte van de Vecht eraf gehaald zullen worden. Dat doen we door het plaatsen van paaltjes, zodat alleen de auto's vanaf de Einsteindreef via de parkeerplaatsen onder de brug door naar de nieuwe prostitutiezone kunnen gaan en niet verder. En dat ze ook weer die weg terug moeten kunnen nemen. Er waren nogal wat bezwaren van direct omwonenden. Hoe kunt u die mensen tegemoetkomen? Dat proberen we te doen door goed naar hun te luisteren. Dus ook bij de inrichting van het gebied zijn alle opmerkingen goed gehoord. We proberen daar inpassing aan te geven. Dat hebben we gedaan bijvoorbeeld door het plaatsen van paaltjes die door de doorgaande route uit de Vecht weg te halen. We proberen om de autoroutes zo compact mogelijk te houden. We proberen overlast te voorkomen aan de buurt. En wat we heel belangrijk vinden is om samen met de buurt ook in de toekomst te blijven nadenken om het veilig te houden. Dus daarvoor is in oprichting een beheergroep opgesteld waar we samen met bewoners, politie en alle andere betrokkenen bij elkaar zitten om de overlast ook in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Wanneer gaat de schop de grond in? Kan ik nu nog niet zeggen. Maar jullie hebben waarschijnlijk wel een planning, zo van over een jaar, over twee jaar, over een half jaar. Uitgangspunt is dat we dat zo snel mogelijk doen. En ik kan nu niet zeggen wanneer dat precies zal zijn. Wanneer is het een succes? Als hij er staat.